Voetbalfans herkennen hier meteen het logo van AS Roma in. Wat mij betreft is het de mooiste club van Rome, misschien zelfs wel de mooiste club van Italië. En wat wij nu gaan doen in dit filmpje is even kijken naar wat er eigenlijk gebeurt als die twee jongetjes die we daar onder die wolf in zien, als die groter worden. Die twee jongetjes zijn namelijk Romulus en Remus, volgens de legende de stichters van de stad Rome. En over die stad Rome gaat paragraaf 2.2. Het Romeinse Imperium. Het kenmerkende aspect daarbij is het volgende: de groei van het Romeinse Imperium, waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde. Nou, door welke bril kijken we naar deze paragraaf? We kijken onder andere door een culturele bril naar deze paragraaf. We kijken naar de politiek en we kijken ook naar de economie. Die drie aspecten die zitten eigenlijk vooral in deze paragraaf. Het Romeinse Imperium dus. Dat kleine stadje, of eigenlijk dorpje moet ik zelfs zeggen, Rome, dat uitgroeit tot een gigantisch imperium. Een van de grootste rijken uit de klassieke oudheid. En dat rijk werd ook wel het Imperium Romanum genoemd. Imperium staat dik gedrukt, het is een begrip en imperium betekent simpelweg groot rijk. En we zien hier op een kaartje hoe groot dat Romeinse Rijk op haar hoogtepunt was. Al die gekleurde gebieden op de kaart hebben tot het Romeinse Rijk behoord. We zullen eens even gaan kijken hoe dat Romeinse Rijk in de loop van de jaren is gegroeid. We beginnen in het jaar 753 voor Christus. Dat is het jaar waarin volgens de legende Rome gesticht werd door Romulus en Remus. En we zien dat in de eeuwen daarna dat dorpje langzamerhand steeds meer invloed krijgt in de omgeving. Dat Paarse gebiedje valt dan al onder de invloed van Rome. En langzamerhand wordt Rome een stadje van betekenis in het midden van Italië. Dit is de Romeinse koningstijd. Daar weten we eigenlijk niet zo heel veel vanaf. De Romeinse koningstijd wordt opgevolgd door de periode van de Romeinse Republiek. En dan zien we dat het Romeinse Rijk ineens heel snel zal gaan groeien. Er komt een klein gebiedje bij, dat doen ze ook weer ongeveer 100 jaar over. Maar dan wordt er steeds grotere gebieden onder de Romeinse invloed gebracht. En uiteindelijk, ergens in de 3e eeuw voor Christus, is zo'n beetje het hele Italiaanse Schiereiland onder Romeins bestuur. En het blijft niet bij Italië alleen. Nee, de Romeinen kijken verder. En langzamerhand komt dus half Europa, Noord-Afrika en een gedeelte van het Midden-Oosten onder de Romeinse invloed. En in 117 na Christus, onder keizer Trajanus, bereikt het Romeinse Rijk haar grootste omvang. En dit is dus een echt imperium, een heel erg groot rijk. De vraag is nu hoe dat kan dat die Romeinen zo'n groot rijk hebben veroverd en hoe ze dat grote rijk zo lang bij elkaar hebben kunnen houden. Daar zullen we nu eens naar gaan kijken. Wat zijn de oorzaken voor de groei van het Romeinse imperium? Nou, ten eerste, als je een gebied wil veroveren, heb je natuurlijk gewoon een goed leger nodig. Het Romeinse leger was misschien wel het beste leger in haar tijd. Het was een sterk leger, goed bewapend, goed uitgerust. En het was vooral ook heel erg gedisciplineerd. De Romeinse soldaten waren allemaal goed getraind en ze hielden zich goed aan de regels, aan de tactieken. Deden ze dat niet, dan werden ze ook zwaar gestraft. Discipline was erg belangrijk. Een tweede reden voor die groei van het Romeinse imperium is het feit dat toen ze op een gegeven moment dat Romeinse Rijk hadden, dat ze zochten naar goed verdedigbare grenzen. En we zien hier op het kaartje al wat voor soort grenzen dat waren. Dat waren vooral natuurlijke grenzen, zoals bijvoorbeeld rivieren en gebergtes, woestijnen, gebieden die lastig te doordringen zijn. En waar er geen goede natuurlijke grens was, zoals bijvoorbeeld bovenaan in Engeland, het noordelijkste puntje van het Romeinse Rijk, daar werd tussen Engeland, Britannia en het gebied van de Schotten werd een grote verdedigingsmuur gebouwd onder keizer Hadrianus. En die muur heet anders ook de muur van Hadrianus. Dus ze konden een groot rijk veroveren en ze wisten het door middel van goed verdedigbare grenzen bij elkaar te houden. Maar dan nog is het de vraag
hoe het kan dat dat Romeinse Rijk zo stabiel was en zo groot bleef. Er zijn nog veel meer redenen. Het bestuur van het Romeinse Rijk was heel erg goed. De Romeinen brachten orde, ze brachten duidelijkheid. En ze zorgden dat overal dezelfde regels en wetten golden. Daarnaast zorgden ze ervoor dat er een goed wegennet aangelegd werd. De infrastructuur was heel erg goed. De Romeinen legden een soort snelweg aan, waar via dus heel goed gehandeld kan worden, zoals je hier op het kaartje ziet. Daar zien we een aantal van de belangrijkste handelsroutes in de tijd van het Romeinse Rijk. Dat zijn die rode lijnen. En ook over water werden er goede bevaarbare wegen aangelegd met goede havens op de juiste plekken. En dat zorgde ervoor dat het Romeinse Rijk ook echt een eenheid was. Dat het makkelijk was om van punt A naar punt B te komen, van noord naar zuid te gaan of van oost naar west. En die goede wegen zorgden natuurlijk ook voor dat als het nodig was, er een eenheid van het Romeinse leger snel naar een bepaald gebied toe kon waar het eventueel onrustig was. Dus die goede infrastructuur hield de boel bij elkaar. En als laatste punt is er ook nog het punt van de romanisering. Weer een begrip, weer dik gedrukt. En uit die romanisering blijkt eigenlijk ook meteen het succes van de Romeinen. Want romanisering betekent dat andere volkeren, die dus niet Romeins waren, dat die de Romeinse gewoonten en gebruiken over gingen nemen. Die leerden Latijn, de taal van de Romeinen. Die gingen zich volgens de Romeinse mode kleden. Die lieten huizen bouwen in de Romeinse stijl. Oké, die Romeinse cultuur, die verspreidt zich dus heel erg. Maar die Romeinen zelf, die keken heel erg op tegen de Grieken. En in de 2e eeuw voor Christus namen de Romeinen Griekenland in. In 148 voor Christus was het zover. Rome neemt Griekenland in, de wereld waar ze altijd tegenop hadden gekeken. De Griekse wereld, die we in paragraaf 2.1 hebben gezien. Maar terwijl de Romeinen de baas werden in Griekenland, namen ze daardoor ook een heleboel van die Griekse cultuur mee terug naar Rome. En die Griekse cultuur die vermengde zich met Romeinse gebruiken. En zo ontstond er een Grieks-Romeinse cultuur die zich langzamerhand over de rest van Europa verspreidde. En we zien dus eigenlijk dat door de veroveringen van de Romeinen die Griekse cultuur uit paragraaf 2.1 over West-Europa verspreid wordt.